75 jaar bevrijding vieren wij overal in heel Nederland en zeker ook in Noordwijk. En de voorbereidingen zijn natuurlijk al in volle gang. En dat zijn ze ook bij het kinderkleinkoor. Chantal van der Klucht, welkom. Ja, hallo. Want jullie hebben een kinderbevrijdingslied. Ja. En dat is al opgenomen in een hele dure studio. Zeker. En daar gaan jullie een heel mooi project omheen maken. Ja, wij... Maar je gaat het allemaal vertellen. Ik ga het allemaal vertellen. Ik wil eerst weten, wie heeft dat lied geschreven? Het kinderbevrijdingslied. Herma Pieker en ik hebben de tekst gemaakt. En samen met Radboud Miedema en Jarin Laurens, zij hebben de muziek gemaakt. En zo is het samen een super gaaf nummer geworden. Ja. Ja. En wat hebben jullie daarvoor gevraagd? Of kwam dat uit jullie zelf opborrelen? Nou, wij doen met het kinderkoor ieder jaar 2 projecten. Eentje met kerst en één in het voorjaar. En deze hebben we gekoppeld eigenlijk aan het bevrijdingslied. Dat we dat heel graag wilden, dat er niks voor de kinderen was nog eigenlijk. Ja. Dus we hadden zoiets van, nou, we gaan dat nummer maken. En we zorgen dat 2 hippe, gave muziek, singer-songwriters dat voor ons gaan maken. En uiteindelijk is het een nummer geworden wat heel Nederland gewoon straks mee moet gaan zingen. En gaan ze dat doen? Ja, dat moet gewoon. Hij komt op Spotify en we gaan op YouTube. Er komt een clip, wordt er gemaakt. Mm-hmm. Dus we gaan op YouTube komen. Dus we willen het zo landelijk promoten dat gewoon iedereen daar mee kan doen op alle nog scholen. In de schijnwerpers. Nou, zeker. Kleinkoor in de schijnwerpers. Zeker. Ja. Want niet alleen het lied is opgenomen in Baren. Ik zag allerlei beelden voorbij komen. Ja. Ja, het was een feest. We gingen met z'n allen met de bus er naartoe. Ja. En die kinderen voor het eerst in de studio natuurlijk. Dus dat was eigenlijk voor die kinderen fantastisch. En voor ons ook natuurlijk. Ja. Heel erg leuk. Ja. En studio waar Marco Borsato ook En Bluff en allemaal bekende. Ja, dus dat was wel het voor de kinderen. Werk. Ja, echt. Ja, zeker weten. Ja. En moest er veel op herhaald worden? Moest er veel worden geoefend? Ja, we hebben telkens... De studio was niet heel groot dat al die 45 kinderen tegelijk konden. Dus we hebben een soort in kleine clubjes alles opgenomen. Mm-hmm. En dat werkt dan weer met sporen en dat kan allemaal weer gedubbeld worden en zo. Dus dat uiteindelijk is het allemaal zo, zeg maar, vijf groepjes bijvoorbeeld. En dat klinkt dan allemaal tegelijk. Uiteindelijk. Ja, okay. En een aantal solisten. Leuk, ja, fantastisch. Ja? Ja, die waren helemaal onder de indruk ervan. Ja. Ja, waren ze stiller op de terugweg dan op de heenweg in de bus? Nee. Nou, ik moet zeggen, de heenweg was vroeg ook. Het was 8:45 dat we weggingen. Dus waren ze allemaal nog wel relaxed. En op de terugweg waren ze allemaal zo uitgelaten en blij dat we echt... toen waren wij allemaal heel erg moe. De volwassenen van die hele dag. Ja. Maar het was echt een feestje. En we hebben het nummer gehoord al van de week. Hij is fantastisch. Dat mag nog niet. Nee, want 28 maart, op de topdag die we dan hebben, dan wordt hij helemaal landelijk gepromoot. En dan is de première. Dan gaat hij eruit. Niet één zinnetje zeggen? Ik kan het refreintje al even zeggen. Ja? Vrijheid zingen omdat je zingen mag. Vrijheid dansen omdat je dansen mag. Kijk om je heen naar elkaar in je straat. Vrijheid, dat is waar jij voor gaat. Nou, mooi toch? Nou, prachtig. Ja. Maar dan is er in de Muze. 100 kinderen komen naar de Muze in Noordwijk. En die krijgen daar een topdag. Ja, fantastisch. Wat gaan ze er doen? Nou, we hebben... Met het kinderkoor is het project daar aan gekoppeld, eigenlijk aan de theatertopdag. Ja. En wij met het kinderkoor, dat zijn 45 kinderen. En die repeteren in 8 lessen, zeg maar, het kinderbevrijdingslied en nog een x-aantal nummers studeren wij in. En op die theatertopdag, 28 maart, daar hebben kinderen vanuit heel Nederland zich op in kunnen schrijven. En uiteindelijk komen die kinderen die dag 's ochtends vroeg. En dan gaan we met z'n allen dat kinderbevrijdingslied nog een keer leren en een dans erbij maken. En dan splitst de groep in 2. En dan gaan ze ieder een eigen nummer zetten. En 's middags hebben we lunch en komen we later, wisselt het van groep. Dus ze leren allemaal 2 nummers die dag. Met dans erbij en zang. En uiteindelijk om 4:00 uit mijn hoofd hebben we een voorstelling. Voor de ouders? Voor de mensen, iedereen voor die wil komen. Want 1 maart start de kaartverkoop. En dan kan iedereen komen kijken naar het kinderbevrijdingsconcert. Het is echt een concert, want er wordt niet alleen het bevrijdingslied gezongen. Nee. Maar ook alle andere, allemaal andere liederen. Nummers. En we hebben 2 solisten bekende. Fayenne van den Bos en Silver Metz. Dat zijn bekende voor de kinderen vooral. Ja, daar gaat het om. En... Ja. Zij zingen ook een aantal nummers mee. En dan hebben we de première van het kinderbevrijdingslied tot slot. En dan gaat het Nederland in. Ja, en dan gaat iedereen het zingen. En die kinderen die zich hebben aangemeld, hè, want het zijn 100 kinderen. Ja. Mijn hemel, die is heel versterkt. Ja.
Komt goed. We hebben gelukkig een groot docententeam, dus dat is fijn. We splitsen op. Moeten ze kunnen zingen? Nee, ja, iedereen die gewoon het ontzettend leuk leek om zo'n dag mee te maken, die mocht meedoen. En ja, het zijn wel veel kinderen die natuurlijk een associatie hebben met musical of theater of zingen, die zich aangemeld hebben. En maar ja, weet je, je bent om te leren, dus het is een plek om te leren. Dus ook ben je nog niet een fantastische zanger, dan maakt het helemaal niet uit als je maar gewoon met z'n allen plezier maakt en zo'n gaaf concert in elkaar kan zetten in één dag. In één dag? Mm-hmm. Ja, dat wordt er wat. Ja. Maar heel leuk, dat komt goed. Echt waar. Ik twijfel daar niet aan. Ben jij een van de docenten? Nee, ik doe met Herma samen de artistieke leiding van die dag. Dus wij gaan eigenlijk een beetje overal even die vandaan halen om met een klein clubje bepaalde dingen te oefenen. En een beetje de hele dag in elkaar begeleiden en kijken hoe het allemaal loopt. Ja. En vooral zorgen dat het concert met de band in elkaar gezet wordt. Muziek en dat ook nog, de band ja, erbij. Ja, ook nog erbij. Ook nog erbij. Dus dat zijn wij. En dan hebben we twee docententeams. Van een pianist zit er dan bij, een zangdocent en een dansdocent. En dat zijn twee teams. En die werken dan met 50 kinderen. En die wisselen dan 's middags weer om. Oh ja, 50 kinderen. Ja. Leuk hoor. En dan wordt heel ook leuk gedanst, wordt gezongen. Ja, wordt gedanst. Het wordt gewoon echt een concert om 4 uur. Het wordt een feestje. Dat is sowieso. Ja. En daarna? Want nou, dan gaat iedereen weer naar huis. Nederland. Ja, dan gaat iedereen gaat dat nummer natuurlijk. Want die kinderen komen allemaal uit Nederland. En die gaan allemaal op hun school dat lied zingen. En we zijn ook een beetje bezig om het landelijk in de pers te krijgen. Dus bijvoorbeeld het Jeugdjournaal zijn we mee bezig. Dus we hopen heel erg dat dat oppakt. Zodat dat nog een beetje het setje geeft dat iedereen dat gaat doen. En in ieder geval Noordwijk willen proberen dat alle basisscholen het gaan zingen. Dus nou, dat in Noordwijk? We ja, overal. Ja, maar we willen overal eigenlijk. Maar het is qua scholen soms wat lastig om dat er doorheen te krijgen. Uit Hoezo? Ervaring. Op elke school moet er muziek gegeven worden. Ja, en dat gebeurt niet overal helaas. En de juffen hebben gewoon niet altijd even genoeg tijd daarvoor. Maar wij zitten op twee scholen in Noordwijk, Herman en ik. Dus wij zitten daar bovenop in ieder geval. Dus die kinderen gaan het sowieso zingen. En dan komt er ook nog een videoclip. Want het ik weet dat kinderen het leuk vinden ook om te kijken naar bepaalde moves. Toch? Ja, de dus de kinderen die ook de topdag gaan doen, die krijgen ook al het materiaal thuis. En die krijgen ook de dans op het kinderbevrijdingslied is gemaakt door Marjan. En Marjan die heeft een filmpje gemaakt waar ze ook echt thuis kunnen oefenen met het dansje. Dus ja, want ze hebben een maand van tevoren krijgen ze info. Ja, krijgen ze info. Om het een beetje te oefenen, een beetje ja, te dat komen. Ze in ieder geval enigszins de liedjes uit hun hoofd weten. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. De rest doen we allemaal op die dag. Maar wat komt er dan in die videoclip? In de videoclip is... De videoclip is eigenlijk allemaal losse beelden. Dus die dag dat we in de studio waren. En alles wordt zo in een heel mooi fragment gemaakt. Mm-hmm. En dat is de videoclip uiteindelijk. En ik weet even niet zeggen hoe dat met de dans erbij zit, hoe dat erin zit. Nou, maar dat er komt een... Dat kinderen voor kinderen, dan krijg je vaak even te zien hoe je het doen moet. Ja, dus een apart filmpje is dat, los van de clip. Ja, en die hebben we inmiddels al, dat filmpje. Oh, okay. Dus die, die kan... Goed hoor, dat al. Ja, we zijn goed voorbereid. Ja. Dus die kan ook wel erin. Dus ze kunnen allemaal lekker meedansen en zingen. Ik ben benieuwd hoe ver het gaat reiken. Ik ook. Ik ben heel nieuwsgierig. Het moet heel ver. Het kan niet. Het is zo'n knaller als je hem hoort. Nou, hij blijft gelijk niet stil zitten. Nee, hij blijft gelijk in je hoofd zitten. En het is één groot feest. Oh ja, blijft hij lekker? Ja, hij blijft echt goed hangen. Het is echt een... iedereen... De ouders komen dan soms de laatste 5 minuten even luisteren. En die zijn dan echt... Die hoor je al zingend naar buiten gaan. Oh, en zo, hij blijft hangen. Dan dus, is het een goeie, hè? Het is echt een goeie. Ja, leuk. Kan niet anders zeggen. Het is een hele goeie. Ja. Oké, nou een mooie theatertopdag gewenst dan. Ja, in de muze met 100 kinderen. 100 en we kinderen. Gaan van jullie horen. We leggen ons oren te horen in de muze. Zeker. Oor te luisteren in de muze op 28 maart. Ja. Het is middags om 4 uur. Jazeker. Leuk. Voor iedereen te bezoeken. Ja. Dankjewel, Chantal. Graag gedaan. En wij gaan naar Kunst op Straat. Op elke hoek van de straat in de dorpen is wel een kunstwerk te vinden. En dit keer gaan we naar Noordwijk, naar het wethoudersbankje.